Ja, ik heb u weer gemist, hè. Godverdomme. Goedemorgen iedereen, welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Loran en het is Nolwenn daar vanachter. Ik heb mij klaargemaakt al voor de triathlon. Ik heb mijn pakje aan, zoals jullie zien. Allee, niet helemaal natuurlijk, want ik moet mijn nummer nog gaan halen. We gaan straks vertrekken. Ik ga nu mijn grip in de auto gaan steken. Nolwenn moet nog eten. Ik heb wel even wakker gemaakt. Ziet zitten. Ze is net wakker, dus daarmee. Al sinds ik op de neer uitkijk naar de vlog, vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Ik ga vragen aan Nolwenn of ze misschien een beetje filmpjes wilt nemen. Dan heeft ze toch tenminste iets te doen als ze daar zit. En dan ja, zou ik zeggen, geniet ervan. Ik ga vandaag mijn eerste kwart triathlon ooit doen. Ik kijk er wel naar uit. Ik ben vanmorgen opgestaan met een beetje hoofdpijn. Ik heb ondertussen een Daffelhan gedronken. Een Daffelhan genomen en een beetje fris water gedronken. En ik voel mij al een beetje beter. Dus ik denk dat als ik straks ga beginnen sporten, dat wel beter gaat gaan. En naarmate dat de dag gaat, dat wel beter gaat gaan. Ik dacht al vanmorgen, word ik maar niet ziek. Ik neem jullie mee. Dus Loran gaat nu zwemmen. Ja. Oké, zoals jullie horen, heeft Nolwenn dus gezegd dat ik ga zwemmen. Dank u wel, Nolwenn, trouwens, om te filmen. Ik vond het leuk dat je er waart. Het heeft mij gemotiveerd. Hier zit je bij de start van het zwemmen. Ik wist van mezelf dat ik niet de beste zwemmer ben, maar ik heb geprobeerd om mijn best te doen. Maar het water was echt super koud. Het was 13 graden. Ik kwam eigenlijk al in het water en ik kreeg een soort van direct een paniekaanval. We mochten wel eerst even in het water starten, maar ik raakte niet echt de eerste 300 meter in mijn tempo, waardoor ik gewoon echt super, super traag was. Dat heeft erdoor geleid dat ik als 120ste van 130 uit het water kwam. En pas na 300 meter heb ik mijn tempo kunnen vinden en ziet je mij hier zwemmen naar de laatste 50 meter. Het zwemmen was ook plots korter, het was maar 800 meter in plaats van 1000, dus dat was ook super raar. Ik was na 18 minuten al uit het water, pas. Dus dat is een beetje traag. Hier ziet je mij dan wisselen en mijn fiets pakken. Het enige wat ik goed kon. Ik heb heel veel mensen kunnen inhalen en ben ik naar een 65ste of een 67ste plaats of zoiets kunnen lopen. Ja, ik heb u weer gemist, hè. Godverdomme. Meer zelfs. Ik had een 61ste tijd alleszins. En je mocht ook mijn tijd er het fiets rijden. Dus ik had sowieso niet de snelste fietstijd, dat wist ik. Maar op zich wel redelijk goed. 34,5 voor de pijn die ik had. Hier bij het lopen, ja. Direct bij het lopen had ik al brandende kuiten. Dat was echt niet normaal. Ik had kramp in mijn bovenbenen, dus ik wist dat het een lange 10 kilometer ging worden. Toch wel blij dat ik mijn eerste kwart triathlon gefinished heb. Met de buikgriep, trouwens. En ze riepen mijn naam ook af. Ja, knap gedaan. Nogmaals eens winnen. En dit was dan de finishfoto. Ik heb de vlog van gisteren niet afgesloten. Ik voel me niet zo lekker. Nu nog steeds niet. Ik ga het erover hebben in de vlog van morgen. Dus de vlog van die ik nu eigenlijk ga opnemen, het is ondertussen al 4:15. Dus sorry. Maar alleszins, ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlog. Ik heb echt afgezien op de triathlon. En dan ben ik er morgen weer bij een gloednieuwe vlog om 6:00. En dan zeg ik, zoals altijd, ciao kus.